Nou, wij zijn de combinatie Verhagenbuil uit Westkapelle. We hebben vrijdag de wedvlucht aangehad. En dit is dan de overwinnaar van Agen Jaarlingen. Hij stamt af van ons goudklompje. Het is er een kleinzoon van. Goudklompje zelf won de 3e nationaal Narbonne en de 21e nationaal Agenjaarlingen. We hebben een zoon uitgekweekt, is rechtstreeks naar de kweek gegaan en daar komt deze uit. Vertel eens, hoe ging dat met die aankomst? Want je zag de melding in Limburg, had niet verwacht dat er hier een zou draaien, denk ik. We zagen eigenlijk de eerste meldingen in België en we zagen hem opeens Sint-Kruis. En dat was tegen aan de Zeeuwse grens. En toen keken we op Pipa om uit te rekenen hoe laat we hier de duif mochten ontvangen. En dat was eigenlijk om 21:26. Maar om 21:11 zag ik wat aankomen en dat bleek dus deze agenduif te zijn. Wat als een geweldige aankomst was. Nog twee rondjes rond het kot. Hè? En hij deed nog twee ere rondjes rond het dak. Verleden hij naar binnen kwam. Ja. En het is een jaarling, hè? Dus het was de eerste nationaal bij de jaarlingen. Had je hem verwacht? Nou, eigenlijk niet. Ik had deze duif niet verwacht, want hij was meestal met het invliegen toch een soort altijd een van de laatste duiven. Ja. Dus het was dus wel een verrassing voor ons. Het is wel een mooie doffer. Het is een schitterende doffer en ja, en hij speelt op wetenschap. Ja, ja. Kun je zijn vleugels eens laten zien? Hij heeft nog geen pen gegooid. Jullie hebben hem verduisterd, zei je? Ja. Tot wanneer is die verduisterd? Die is van maart tot en met april is deze verduisterd, een maand lang. Ja. Nou, hartstikke mooi. Wat gaat er nu met de duif gebeuren? Hij zal waarschijnlijk nog mee moeten naar Narbonne. Okay. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Ja. Nou ja, succes. Dat was jullie tweede nationale overwinning. Op naar de 3e dan, hè? Ja, dat zou kunnen. Oké, bedankt.